vloer lagen in onbeschrijfelijke wanorde honderden grafische prenten verspreid. In 5 minuten tijd raapte ik bijeen wat ik dragen kon, maakte van stukken karton een soort map en transporteerde deze naar Baren. Escher schrijft in november 1945. Het is nu wel eens zeker te beschouwen dat Escher de Mesquita, zijn vrouw en zijn zoon Jaap, allen in een Duits kamp zijn omgekomen. In Italië heeft Escher, zo lijkt het wel, alleen realistische prenten gemaakt. Daarom kun je stellen dat na het vertrek uit Italië in 1935... hij de realiteit inruilt voor optische illusies met onmogelijke constructies. Bij het oudere werk spreekt men dan ook over landscapes versus mindscapes uit de prenten na 1945. Maar klopt het wel? Het is goed mogelijk de thema's die hij tot 1935 onderzoekt weer zijn terug te vinden in het latere werk, waardoor er eigenlijk geen sprake is van een radicale breuk, hoogstens van accentverschuivingen. En is de werkelijkheid in de vroege Italiaanse prenten wel zo echt? Of heeft Escher aan die werkelijkheid ook al zijn eigen kunstzinnige interpretatie gegeven? Schrijft Escher aan Baskis: ik ken geen groter genoegen dan zwervende door dalen en over heuvels, van dorp tot dorp, de ongekunstelde natuur op mij te voelen inwerken, het onverwachte en nooit gedachte te genieten in grootst denkbare tegenstelling met het dagelijkse leven thuis. Gedurende de omzwerving lijkt dat alles werkelijkheid is, maar later, in de herinnering, herkent men dat het was als een droom. Laten we niet de fout maken door te denken dat wat Escher ziet en tekent precies zo ongefilterd in zijn uiteindelijke kunstwerk De Houtsnede of Lito terechtkomt. Zo vertelt Escher nog in 1968 over de totstandkoming van zijn prent Sint Pieter van Binnen: ik heb die gemaakt in de Sint Pieter. Ik zat daar enige uren lang. Telkens kwamen er vreemdelingen langs die zeiden: gut, wordt u niet duizelig? Dan zei ik: ja, dat is juist de bedoeling. Dat is de quintessens van deze prent. Ik wou het gevoel van duizeligheid uitbeelden. Mount Escher is gesteld op de raadselachtigheid van optische illusies. Als kijker word je bedoeld waar je bij staat. Bij waterval zie je het perpetuum mobile van de waterval al vrij snel. Maar je doorgrondt het principe niet, waardoor je in verwarring blijft kijken. Het principe is gebaseerd op een verbinding tussen normale elementen die op een verkeerde, ruimtelijk onmogelijke wijze met elkaar zijn verbonden, waardoor het water de molen voor eeuwig aan de gang houdt. Als je de aandacht wil vestigen op iets onbestaanbaars, dan moet je trachten eerst jezelf en daarna je toehoorders te bedotten door je verhaal zo op te dienen dat het element van onmogelijkheid versluierd is, zodat een oppervlakkige toehoorder het niet eens opmerkt. Er moet een zekere raadselachtigheid in zijn, die niet onmiddellijk in het oog springt. Komen we bij de echte Escher-onderwerpen, dan denken we aan eeuwigheid en oneindigheid, tijd en ruimte. Dag en nacht is een print waarin niet alleen een vlakvlieg van belang is, maar ook de werkelijkheid en vooral ook het idee van een kringloop die in je hoofd afspeelt. Want wie naar de vogels kijkt, bedenkt dat ze rond de aarde zouden kunnen vliegen en elkaar daar ergens aan de andere kant weer tegenkomen. Escher maakt in je hoofd zo'n suggestieve ruimte vrij. Hij spreekt zelf over verwondering die hij wil opwekken. Deze prenten, die trouwens geen van alle ooit gemaakt worden en met het primaire oogmerk iets moois te maken, kosten mij gewoonweg hoofdbrekens. Dat is dan ook de reden dat ik mij te midden van mijn grafische collega's nooit volkomen op mijn plaats voel. Zij streven in de eerste plaats schoonheid na, al is dat begrip zeer gewijzigd sinds de 17e eeuw.
Misschien is streep door uitsluitend verwondering aan. En tracht dus ook uitsluitend verwondering bij de toeschouwers op te wekken. Met de schoonheid is soms kwaad gesteld. Of zoals hij elders zegt. Ik probeer in mijn prenten ervan te getuigen dat we leven in een schone, geordende wereld. En niet in een normeloze chaos, zoals het soms lijkt. Mijn onderwerpen zijn ook dikwijls speels. Je kan het niet laten om met onze onomstotelijke zekerheden te sollen. Het is bijvoorbeeld een plezier om met de zwaartekracht de draad te steken. Weet je wel zeker of een vloer niet tevens een plafond kan zijn? Bent u vast van overtuigd dat u hoger komt als u een trap oploopt? Het geeft voldoening om te merken dat er nogal wat mensen plezier hebben in dit soort van speelsheid. En dat ze niet bang zijn om nieuw vaste realiteiten te relativeren. Het is opvallend dat het lang heeft geduurd tot Eschers prenten in de kunstwereld werden gewaardeerd. Hij had regelmatig groepstentoonstellingen, maar hij moest tot zijn 70ste verjaardag wachten op een grote solo in het gemeentemuseum Den Haag. In de tweede helft van de vorige eeuw, toen de abstracte kunst gevierd was, werd Eschers werk niet echt waargenomen in het kunstcircuit. Tegelijkertijd was hij inmiddels wereldwijd bekend, werd er in bladen als Time over hem geschreven. Maar ook de gezaghebbende kunsthistoricus Ernst Kommerich was positief over de kunst van Escher, die voortdurend om herdrukken van bekende prenten werd gevraagd. In een groot laatste interview zegt hij: het is een geldbron, gewoon een bankbiljet. Het is eigenlijk gewoon een gelddruk. Ik doe het met een benen lepeltje. Ik gebruik geen pers. Escher kan nu. Zijn laatste grote wandversiering was bestemd voor het hoofdpostkantoor in Den Haag. Lange tijd waren het vooral mathematici die een fase stelden of informatie gaven. Hij vond hen speels. En een aantal van zijn optische illusies of prenten met onmogelijke objecten zijn er hem iets van gezet. Zij zagen in deze prenten verbeeldingen van hun bestemmige terreinen. Is een van de grote Nederlandse beeldende kunstenaars. Hij laat een symbool van zijn spreekwoord kan zijn als de wereld op zijn kop staat. Reactieve over de bureau. Vissen in vogels veranderen. In 1969 maakte hij met minutieuze precisie de huidsnede kunstslaan. Hij was toen ernstig ziek, maar hiervan is een spoor van gemeenschap voorzichtig op aarde te krijgen. Ik ben te jong om als wetenschapslid te leven. Het verwonder mij. Ben ik verkwisseling? Het spel tussen wiskunde en de kunst. Het spel is een goed spel. Maar wel een spel dat miljoenen mensen boeit. Misschien weet men niet dat de maker van deze prenten Maurits Cornelis Escher heet, maar men kent zijn werk maar al te goed.